Welkom bij de eerste aflevering van Almere City TV. Een tweewekelijks programma. waarin we gaan terugblikken op de wedstrijd die achter ons ligt. en vooruitblikken op de week die voor ons ligt. en uiteraard daarin ook de thuiswedstrijd. Vandaag bij mij aan tafel Johan Hansma, technisch manager sinds kort bij Almere City FC. en sinds de winter van 2021-2022. Alex Pastoor, onze hoofdtrainer. Mannen, fijn dat jullie vandaag bij mij willen aanschuiven hier aan de tafel. Uh, laten we gelijk doorgaan naar het meest recente nieuws, eigenlijk van afgelopen weekend. De 3-0 verloren of uitwedstrijd tegen VVV Venlo. gaat het fluitje van scheidsrechter Gerrit straks klinken. En dan uh, is het seizoen 2022-2023 van de Keukenkampioenivisie officieel van start. En dat is dit moment terwijl Lens Duivenstein de bal naar achteren speelt. Damien van Brugge uh, verlegt gelijk linksbreed waar Tijmen Wildeboer met zijn mannetje gaat uit, uitvechten. Faiz vaak kan op een ge wat gelukkige wijze de bal veroveren. Krijgt de bal net niet lekker voor. Terwijl zich een uh, mooi wolkendek op dit moment zich voor de zon heeft uh, begeven. Waardoor ik niet... Uh, mijn zonnebril meer op hoeven te hebben. En daar is het eerste doelpunt van de wedstrijd. VVV Venlo hem op 1-0. Isma die uh, richting het 16 meter gebied nu kan lopen. Prachtige actie maakt. Een schot lost. En oeh. Dat scheelde toch weinig. Een uh, goede actie van Wais Ma Terwijl Ilias Alhaft uh, zichzelf nu lanceert. En uh, langs de verdediger van VVV. Hij, kan hij een schot lossen? Dat doet hij nog niet. Nu wel. Die was over de Die de was over de lijn. Die was 100% over de lijn. Die had geen idee, terwijl Braak op dit moment aan de andere kant... Aan de andere kant de bal krijgt en daar wordt neergehaald door Noordin Bakker... die een gele kaart krijgt en een penalty tegen voor Almere City FC. Het is ongelooflijk. Die uh, schiet hem hard in de rechterbovenhoek... waardoor Almere City FC op een uh, 2-0 achterstand komt te staan. Hier in de 32e minuut komt VVV Venlo op een 2-0 voorsprong. Het sluit treffen natuurlijk hier uh, voor rust nog te maken, terwijl... Uh... De bal geschoten door Lens Duivenstein uh, via Joe Jacobs. Oh, en dat is een heel goed schot. Volgens mij was dat uh, Damien van Brugge die de ja, bal uh, flink op de patoffel neemt. Richting het goal van uh, Lucas Sima. Bij die verkeerde inspeelpaas uh, van VVV Venlo. Tijmen Wildeboer die daarna de bal ontvangt. De bal op Faiz Matuara speelt. Faiz Matuara die een prachtig schot aflevert. En Lucas Sima die uh, zich tot een uiterste moet strekken om die bal tot een corner te verwerken. Anders was die. Uh, nou, ik durf wel te zeggen, richting de kruising gezeild. Het is die de bal snel weer kwijt is aan uh, Nick Venema. Nick Venema die daar op de ingevallen Roemer de bal krijgt. En... Niet te geloven. Damien van Brussel probeert de bal weg te schieten op de lijn van, Al van Almere City FC. Maar uh, in zijn schot belandt hij tegen de paal. Uh... Zoals aangegeven, deze wedstrijd die, uh, gaat verloren worden door uh, Almere City FC. Het gaat niet alleen, dat is zo. Want scheidsrechter Gerrit fluit hier uh, na drie minuten extra speeltijd uh, uh, voor het einde van de wedstrijd. Alex, we hebben zitten kijken naar de beelden van de wedstrijd van afgelopen vrijdag. De uitwedstrijd in de koel tegen uh, VVV Venlo. Uh, Eerste wedstrijd van de competitie, uh, gelijk ook de afsluiting eigenlijk van de voorbereiding. Uh, die voorbereiding die verliep volgens ons en volgens jullie denk ik ook vrij positief. Die verliep een stuk beter dan deze wedstrijd. Ja. We hebben in deze wedstrijd uh, slechts op momenten, met name in de tweede helft, uh, laten zien wat we kunnen. En zelfs toen nog uh, niet zoveel als dat we in de eerste zes weken hebben laten zien. Uh, en daarbij aangetekend dat uh, ja, dat we in voetballen niet eens zoveel slechter waren dan VVV. Want dat is, ook, uh, dat is natuurlijk ook onzin. En dat we niet geholpen zijn door, uh, door arbitrale, arbitrale dwalingen, om het zo maar te zeggen. Maar ik vind ook altijd: weet je, uh, als uh, spelers en trainers iets uh, moeten zeggen over zo'n wedstrijd. Zeker als je ja. verloren hebt. <tus> dan kun je de arbitrale dwalingen aanhalen. Ja. Maar nooit gebruiken als excuses. Want uh, in de eerste helft hebben we uh, zwak gespeeld. En dat was, dat was een tegenvaller. Ja. Je zult ongetwijfeld dit weekend deze wedstrijd met je, met je staf en met je spelers geanalyseerd hebben. Wat zijn de belangrijkste punten die, die jullie meenemen uit de, uit de wedstrijd van afgelopen vrijdag? Vooral dat we ons in die zes weken voorbereiding sterk getoond hebben in een bepaald aantal dingen. En uh, we hebben dat genoemd: uh, betrouwbaarheid. En intensiteit, dat zijn dingen waar we geweldig op terug uh, konden vallen. Uh, daar hebben we ook niet altijd even goed gevoetbald. Maar we hebben soms zelfs fantastisch gevoetbald. Uh, op het moment dat, uh, ja, dat je op het veld ging doen wat je van tevoren had afgesproken. Nou, daar hadden ze toch wat moeite mee in deze wedstrijd. Oorzaken? Nou, het zou kunnen. De eerste competitiewedstrijd, toch wat spanning met zich meebrengt. Ja. Uh, ook een eerste avondwedstrijd. Ook nog eens uit. Uh, nogmaals, het kan allemaal meespelen. Maar ik kan nooit als excuus dienen natuurlijk. Nee, nee, nee. Teleurstelling uiteraard ook dat de wedstrijd verloren is. Maar ook denk ik een bittere pil voor jullie is dat aanvoerder Danny Post vrij vroeg in de wedstrijd uitviel. Is er al een update over, uh, over zijn blessure? Uh, nou, in zoverre dat, het, uh, dat hij er wel enige tijd uit is. En na de onderzoek uh, in het ziekenhuis zal moeten uitwijzen welke minimale tijd hij eruit is. Uh, dat is een aderlating, dat was het in de wedstrijd. Uh, maar dat is het ook in de groep, dat is een uh, toonaangevende figuur uh, en tegelijkertijd uh, dit zijn ook dingen die bij de sport horen en bij onze sport horen. Ja. Daar waar uh, één iemand wegvalt, daar zal een ander zijn plaats in kunnen nemen ja. en in uh, moeten nemen want ja, het is ook zelfs binnen een selectie zo, de een zijn uh, dood is het andere zijn brood. Ja. Nee, dat is inderdaad ook zo. Uh, toch dan de wedstrijd van afgelopen vrijdag nog een klein beetje positief af te sluiten. Met jou, Johan. Faïs uh, Matoir, uh, nieuwe speler. Uh, viel mij ontzettend op afgelopen vrijdag in het stadion de Koel. Uh, Konden jou ook bekoren afgelopen vrijdag? Ja, die had een paar hele leuke acties uh, waarvoor je naar het stadion komt. Alleen uh, ja, uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk ook om rendement. En dat was jammer dat dat niet gebeurde. Want uh, volgens mij had hij nog een keer een goede actie met een terug, teruggelegde bal op uh, Ilias Hallaft. En een afstandsschot, wat, uh, wat je ook al uh, aangaf in je commentaar, uh, die richting de kruising ging. Mm. Nou, die had er wel in gemogen misschien. Maar... Ja, helaas. Ja. Het mocht niet zo zijn afgelopen nee. vrijdag. Nee, Afgelopen vrijdag werd er uh, gespeeld in het uh, nieuwe thuisshirt. City CTFC is natuurlijk een uh, organisatie in ontwikkeling. Uh, Johan, jij bent nu enkele maanden bij de club betrokken. Uh, hoe ervaar je het uh, tot op heden? Nou, heel positief. Uh, ik ben 1 april begonnen. En dat, dat is geen grap, dat was serieus. En uh, ja, eerst mensen leren kennen. Uh, uiteraard met Alex samen opgetrokken in de eindfase van de competitie. En toen hebben we gezamenlijk ook conclusies getrokken met betrekking tot de selectie. En toen zijn we aan de slag gegaan. En ja, het, nogmaals, het bevalt me hartstikke goed. Uh, vertel eens, je bent dus 1 april begonnen, inderdaad. Uh, wat ben je eigenlijk vanaf dat moment uh, gelijk gaan doen? Nou, allereerst heb ik trainingen gekeken, uh, spelers beoordeeld uh, of geanalyseerd, uh, samen met Alex overleg gehad over, over de kwaliteiten van de spelers, de speelwijze die we voor ogen hebben. En daarmee ben ik aan de slag gegaan om spelers te zoeken die, uh, die daarbij aansluiten. En zo proberen we zo'n sterk mogelijke selectie neer te zetten, zodat we het komende seizoen een mooi seizoen kunnen maken. Nou, ja, je bent uh, verantwoordelijk voor de selectie uiteraard. In een iets andere rol dan dat Teun Jacobs, de, de vorige technisch manager was, die uh, inmiddels bij Willem II. Uh die taak vervult. Uh, waar zit het verschil in tussen, tussen jullie rollen? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet helemaal precies weet wat de verantwoordelijkheden en de taken van Teun waren. Het enige wat ik wel weet is wat, wat mijn taken en mijn verantwoordelijkheden zijn. En uh, ik ben verantwoordelijk voor het uh, selectiebeleid uh, aan en verkopen, de contracten, de contacten met de zaakwaarnemers en het opzetten van de scoutingafdeling. En ja, daarin is de samenwerking met Alex natuurlijk uh, heel belangrijk. En dat proberen wij uh, zo goed mogelijk in te vullen samen. Ja, nou, 1 juni ging uiteraard uh, de transferwindow open. Jouw eerste transferwindow bij Almere City FC. Behoorlijk wat verrassende namen. Eentje die ik er graag uit wil pikken is Anthony Limbombe. Uh, die kunnen we ook wel uh, redelijk uit jouw netwerk natuurlijk uh, opschrijven. Kun je de kijkers dus meenemen hoe dat, uh, hoe dat gaat, zo'n proces? Om Anthony Limbombe naar uh, Almere City te halen? Nou ja, op het moment dat wij natuurlijk een evaluatie maken van de, huidige, of van de selectie van het afgelopen seizoen en de, en de veranderingen die we willen toepassen, ga je kijken naar de mogelijke spelers die op de markt zijn. En uh, zo was Anthony Limbombe er ook een. Die heb ik vroegtijdig benaderd. Alleen die had nog wat andere eisen in het vuur. Maar ik ben continu met hem aan de gang gebleven, continu contact met hem blijven houden. En uiteindelijk uh, hebben we hem binnen kunnen halen. En ik hoop dat wij het aankomende seizoen heel veel ple plezier van hem gaan beleven. Anthony Limbombe is ook een speler waar denk ik jij blij mee bent om toe te voegen aan je selectie. Uh, hij heeft uh, helaas nog geen wedstrijden, of in ieder geval nog geen officiële wedstrijden voor of meer City kunnen spelen. Uh, hoe doet hij het op de trainingen? Ja, hij heeft na een, uh, een dag of tien trainen een, uh, een, een kleine terugslag gehad. Uh, Spierblessure. Um, dat is overigens niet vreemd voor iemand die al uh, een tijdje niet uh, op een bepaald niveau getraind heeft. Um, dus die revalidatie dat gaat op dit moment uh, gaat prima. En uh, het is nou eenmaal zo dat tegenwoordig is het in een uh, transferwindow. Een komen en gaan van spelers geworden. Dat zal uh, bij elke club uh, ja. aanhouden tot 31 augustus. Ja, en juist die, die jongens die later instappen. Uh, daar moet je onwaarschijnlijk voorzichtig mee zijn. Omdat ze. Uh, ja, je, je doet snel te veel en ze willen snel te veel. Ja. Dus uh, wij proberen daarin uh, die jongens wel te remmen. En uh, het is belangrijk om dat uh, het zo te melden, want heel, heel veel mensen ja, stel die en die nou op. Uh, maar buiten het feit dat ze meteen succesvol uh, moeten kunnen zijn, vind ik altijd, ja, wil je niet het risico lopen dat ze geblesseerd uitvallen. Nee. Nou, met, met, met Limbombe hebben we in ieder geval, uh, en ook met Matwaar, hebben we twee uh, extra spelers, hè, die buiten die jongens die we al hebben, ja, voor iets extras kunnen zorgen. En, uh, en het zijn een soort van artiesten die voor ja. het rendement voor de, voor de ploeg moeten gaan zorgen. En, en dat is prettig om, de, om erbij te hebben, want ja, ik was er dan alleen in de slotfase van de competitie bij. Maar uh, toen hebben we het volgens mij best aardig gedaan. Ja. Maar aan uh, het rendement uh, schort er natuurlijk nog wel wat. Om iets aan het rendement te doen, is denk ik ook Jerry Hilteman uh, uiteraard naar Almere toe gehaald. Voor keukenkampioen begrepen volgens mij een uh, prima spits. Um, blij denk ik dat we hem hebben kunnen aantrekken. Ja, en daar is eigenlijk hetzelfde proces als met Anthony. Er was natuurlijk ook meerdere interesse uh, van meerdere clubs voor hem. Uh, nou goed, dat traject zijn we samen weer ingegaan, Alex en ik. En uiteindelijk zijn we hartstikke blij dat hij is gekomen. En we hopen ook dat hij snel uh, zo fit is dat hij ook zijn wedstrijden kan spelen. Wat Alex ja. al zei, je, je moet ook een bepaalde voorzichtigheid betrachten met dit soort spelers. Ja. Hebben een trainingsachterstand. Daarnaast uh, wordt er bij ons gewoon goed gewerkt, hard gewerkt. Uh, intensiteit is hoog. En daar moeten spelers ook een beetje aan wennen. Maar uh, ja, we hebben even tijd nodig om die spelers allemaal topfit te krijgen. Uh, maar daar wordt hard aan gewerkt. En, ja. en dan hopen we dat hij veel goals gaat maken voor ons. Hij heeft de 25 beloofd. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, inderdaad. Ja. 25 staat genoteerd. Uh, obligate vraag wellicht. Maar is dit de selectie waarmee we het uh, vanaf 1 september ook gaan doen? Of uh, spelen de links en rechts nog een. Uh, Nee, Een aantal zaken. Nou ja, het is heel simpel. Wat, wat het hartstikke moeilijk uh, werken maakt voor trainers is natuurlijk de instroom van spelers gedurende de voorbereiding. Het liefste hadden wij ook samen uh, de selectie op, uh, bij de eerste training al compleet, maar dat gaat helaas niet. Nee. Daarnaast is het algemeen bekend dat de Trendsverwindel tot en met 31 augustus uh, open staat. Dus er kan nog van alles gebeuren, en ook bij ons. En dat betekent aan de ene kant dat we nog kijken naar. Uh, een mooie buitenkantjes die ons uh, kunnen versterken. En aan de andere kant hebben we ook te maken, zeker nu de competitie is gestart, met misschien spelers die toch uh, tot de conclusie komen dat ze liever ergens anders nog een uh, tijdje willen spelen. Ja. Dus ja, daar gaat denk ik nog wel wat veranderen. Spannend, we houden het uh, uiteraard in de gaten. Alex, ben jij tevreden met de selectie zoals die op dit moment staat? Ja, mijn antwoord is altijd heel saai. Uh, of ik daar tevreden over ben, dat doet helemaal niet de zaken. Uh, de club, Johan. Uh, af en toe met hulp van, uh, van de technische staf, probeert uh, de selectie altijd te versterken. En uh, als dat lukt, dan gaan we met die spelers werken. En als dat niet lukt, en uh, dat hebben we ook aan het begin van het seizoen gezegd, dan gaan we werken met de spelers uh, die er zijn. Ja, en dat, dat is mijn taak, dat is onze taak uh, als staf. Um, en dus kom ik terug op wat ik. Uh, waar, waar ik het antwoord mee begon. Het ja. gaat erover dat je kunt versterken. Dus uh, Jo. gaf net het voorbeeld. stel dat er. aan onze spelers uh, getrokken zou worden. Ja. op het moment dat. Uh, dat er een goed bedrag voor komt. en je kunt je met dat bedrag. Uh, uh, nog zelfs verbeteren. Je terug ja. ja, dan. Uh, dan is dat iets waar. Uh, waar altijd naar gekeken wordt. Um, en in sommige gevallen moet je ook gewoon zeggen. van. Uh, nou, oké. Okay, uh, we kunnen die en die. Uh, zijn transfer. Ja. En wij weten wel, uh, wel raad met het uh, transfergeld. Met de transfersom, ja. In het verleden heb je natuurlijk ook best met een uh, heel aantal interessante spelers samengewerkt. Uh, zitten daar nog spelers tussen waarvan je zegt: van, Nou, die zou ik best willen verleiden samen met Johan, uiteraard, om uh, naar Almere te komen? Oeh. Nou, niet dat er uh, eentje zo uh, te binnen schiet. Um... Maar het is wel natuurlijk altijd zo dat als je naar een bepaald type speler zoekt. Dan, uh, en je hebt al eens een keer met iemand gewerkt. dan weet ja. je ook hoe die als persoon in elkaar zit. En dat kan wel eens voordelig zijn. Hè? Want uh, als je denkt het is uh, bijvoorbeeld een uh, hele welkome uh, versterking voor in de, voor in de kleedkamer. Dan, ja. uh, dan doe je het versneld. Maar je denkt ook wel eens. Uh, dat moesten we maar niet doen, want het is een Lijpeling of, uh, of erger. Een clown. En dan, kan, en dan kan je maar beter even wachten. Ja. Dus versterkingen betekent altijd. Uh, dat we erop vooruit gaan. En, en soms is dat in het voetbal. Maar soms is dat ook uh, omdat iemand een heel goed voorbeeld is. Het is eenzelfde soort spelers als dat je bij wijze van spreken laat gaan. Ja. Maar dat het wel iemand is die, die mee helpt de kaart te trekken. En, uh, en daar kun je er nooit genoeg van hebben. Zo is dat. Zo is dat. Afgelopen vrijdag maakte ook een heel aantal jongens uh, hun officiële debuut voor Almere City FC. Uh, en voor Niciano Grootvaan was het zelfs zijn uh, officiële debuut in het betaald voetbal. Uh, Johan, kun jij de, de, hoe belangrijk de jeugdopleiding voor, uh, voor Almere City FC, kun je dat eens duiden voor ons? Nou ja, als je kijkt naar de, de ontwikkeling van de jeugdopleiding... dan zie je daar een, een hele positieve tendens. Uh, onder leiding van Jurgen uh, hebben die de laatste jaren hebben die zich goed ontwikkeld. En de beloning was natuurlijk afgelopen seizoen met de U21... die uh, kampioen is geworden van Nederland. Ja. In een, uh, in een, en dat is ook wel mooi. In een finale, dus niet gewoon van, op basis van een heel, uh, heel aantal wedstrijden... maar gewoon nee. op basis van één wedstrijd. Uh, dat is altijd goed, want dat is andere druk, andere stress. En de jongens hebben dat fantastisch gedaan... En ja, de instroom van een selectie wordt bepaald uit scouting en natuurlijk uit de jeugdopleiding. En ja. alles wat je in huis hebt, hoef je niet te halen. Dus uh, in die zin is dat hartstikke belangrijk. Ja. En het is goed dat we daar heel actief uh, mee aan de slag zijn. Johan heeft het over de druk die bijvoorbeeld bij zo'n finale van de Onder 21 om het landskampioenschap ging. Uh, jij begon aan het begin van de uitzending dat nou, een van de redenen misschien wel kan zijn: hè, toch de spanning voor een eerste competitiewedstrijd. Zou het zo kunnen zijn dat de spelers van de Onder 21, die veelal ook in jouw selectie zitten natuurlijk, uh, dat die misschien de wat oudere jongens, zeg de jongens van 24, 25 jaar, iets mee, met druk kunnen leren laten omgaan? Die <laughs> uh... hebben toch op het uh, hoogste podium uh, van het Nederlands jeugdvoetbal geacteerd. Ja, de, kijk, je uh, moet dat natuurlijk in een bepaalde nuance zien. Ja. Maar uh, al, al dit soort wedstrijden, uh, en zelfs finales uh, op het moment dat je 12 of 13 bent die helpen om, uh, om dat deel te voeden uh, in jouw brein dat, uh, dat ervoor zorgt dat je daar uh, op een goede manier mee om kan gaan. Als je nog nooit de finale hebt gespeeld, dan kon je eerste finale wel eens een, uh, een fiasco worden, omdat je uh, niet ingesteld bent op alle zaken die op je afkomen. Nee. Maar normaal gesproken is dat natuurlijk uh, de omgekeerde wereld. Omdat uh, ja, jongens van 24, 25 worden geacht om wat meer meegemaakt te hebben. Uh, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Nee. nee. Aankomend seizoen uh, is de hoofdtrainer van de 121 Anoush Datkier. Uh, ook onder andere hoofdtrainer geweest natuurlijk bij, uh, bij uh, Afghanistan, van het land Afghanistan. Um, hij is ook assistent bij jou, loopt stage volgens mij uh, bij jou in de staf. Ja. Prettige jongen om mee te werken. Ja, hij uh, is bij ons assistent, tevens trainer van de onder 21. Ja. En tevens doet hij uh, de cursus coach betaald voetbal. Bezig bijtje. Dus een bezig bijtje. Dus uh, we hebben ook een paar dagen in de week afgesproken dat hij uh, beter niet kan komen. Want... Uh, om te voorkomen dat hij zichzelf uh, helemaal opblaast. Ja. Uh, maar een uh, talentvolle trainer. Uh, die we erbij hebben en uh, dat maakt onze staf uh, meer dan compleet. Goed om te horen. Dan aanstaande vrijdag staat uh, de thuiswedstrijd tegen het Top Osselprogramma. programma. Um, Alex, als ik bij jou mag beginnen, wat kunnen we verwachten van die wedstrijd volgens jou? Ik denk dat je uh, energie kunt verwachten en een ploeg die zich uh, absoluut wil revancheren. Uh, natuurlijk qua uitslag, maar die ligt te veel voor de hand. Maar vooral uh, uh, het gedrag wat ze op het, uh, op het veld laten zien. En, uh, en hopelijk met, uh, met wat beter spel. Maar ja, dat laatste dat, uh, dat is meestal het gevolg van het eerste. Uh, op het moment dat ze er goed op staan. En wat ik net al zei, uh, je maakt met elkaar afspraken. Nou, uh, als je je daaraan houdt, dan kom je een heel eind. Ik wil ja. nog, nog niet zeggen dat het goed gaat, want je hebt altijd te maken met een tegenstander. Zoals we gezien hebben, ook met uh, arbitrage. Maar het gaat erom, uh, wij hebben invloed op onszelf. En, uh, en wij willen laten zien dat we uh, beter kunnen dan dat we getoond hebben. Ja. Top Topos won afgelopen vrijdag uh, met 3-0. Is dat nog iets waarvan je denkt van uh, we, we prima? Of uh, de, hoop je dat de jongens dat ook zien en dat ze dan extra scherp weer aan die wedstrijd gaan, uh, gaan starten aankomende vrijdag? Nou, dat hoop ik uh, van niet. Ik hoop dat uh, de motivatie die uit onszelf komt. Uh, meer dan 100% is. Ja. En uh, het, het moet er niet toe doen welke tegenstander er tegenover je staat. En het moet er ook niet toe doen hoeveel die gespeeld hebben. Nee. Dat is een beetje de insteek die wij hebben. Intrinsieke motivatie moet uh, voldoende zijn. Van ja, je bent professional en uh, ja. je moet elke wedstrijd uh, willen winnen. En, en alles wat daaronder hangt, dat zorgt voor uh, voldoende motivatie als het goed is. Ja. Johan, hoe kijk jij naar de wedstrijd van de aankomende vrijdag? Wat zijn, uh, wat zijn jouw verwachtingen bij de thuiswedstrijd tegen Topos? Nou ja, ik sluit me aan bij de woorden van Alex. Uh, ik hoop dat wij een, een, een goed signaal afgeven en een uh, energieke wedstrijd kunnen spelen. En dat we in ieder geval aan het einde, na 90 minuten of misschien met extra tijd nog iets langer... Ja. dat we er alles aan gedaan hebben om een goed resultaat te halen. En, uh, en dat we weer progressie maken en stappen maken als, uh, als elftal. Ja, ja. hopelijk... Uh... Kunnen we aankomende vrijdag natuurlijk uh, veel doelpunten ook verwachten? Uh, over het algemeen zijn de wedstrijden tegen Topos uh, garantie voor veel doelpunten. Uh, Zo'n klein gokje mogen gaan wagen voor, uh, voor vrijdag. Wat verwacht jij dat het vrijdag gaat worden? Dat ik dan 8-7 zeg. 8-7. <laughs> nou, dat, dat we gaan korfballen? <laughs> <laughs> nou, het staat haaks op wat jij. maar. Ik vind 1-0 altijd een mooie uitslag. Ja, ik vind 6-0 ook mooi. Uh, maar 1-0, uh, dat, dat klinkt altijd uh, uh, klein. Heel vaak heb je daar veel meer voor moeten doen dan, dan andere soortige uitslagen. Um, maar laat ik niet te veel daarop inzoomen. Uh, ik stuur vooral op uh, hoe we de wedstrijd aangaan, hoe we de wedstrijd doorkomen. En, uh, en dat we doen uh, wat we willen. En dat we ja, op, op een geweldig soort voetbal uitkomen die ongelooflijk veel energie uitstraalt. Ja. Je wil graag winnen. Maar ik vind het ook leuk als het stadion uh, ramvol zit. Dus uh, ik denk dat de mensen daar sowieso op afkomen. Dat denk ik inderdaad ook, Johan. Dezelfde vraag bij jou, mag neerleggen. Ja, nou ja, goed. Uh, laat ik dan maar een uitslag uh, voorspellen. Ja. Uh, laten we hopen dat we 3-0 winnen. Dat zou heel mooi zijn. Dan zijn de cijfers van VVV ook weer, weer goed. Ja. Dus. En dan gaan we weer verder. Heel goed. Um, Heren, ik dank jullie voor jullie komst hier vanavond naar de studio. Um, aankomende vrijdag dus de thuiswedstrijd tegen Top O's in het Stadion. Aftrap om 8 uur. Inmiddels zijn al 1700 seizoenkaarthouders verzekerd van hun plekje in het Stadion. Wil jij er vrijdag nou ook bij zijn, ga, bij zijn, ga dan naar almerecity.nl/slash seizoenkaart. En wil je enkel een losticket, dan kan dat uiteraard ook op tickets.almerecity.nl. Nog een hele fijne avond.